Stichting Accessibility en het webinar gaat over digitaal toegankelijk lesgeven. Ik ben Elke en ik geef dit webinar samen met Patricia, mijn collega, en samen Hallo. Met Wouter Lensen van Stichting Accessibility. Hallo. We kunnen even heel kort voorstellen. Ik werk bij ECIO. ECIO is het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. En is onderdeel van SINOP. En SINOP zit in Den Bosch. En dat is een onderwijsadviesorganisatie eigenlijk. En wij zijn het expertisecentrum daarbinnen. En als we het hebben over inclusief onderwijs, dan nemen wij dat heel breed. Dat gaat van... Nou, we vervatten het wel eens samen als iedereen kan erbij. Dus iedereen heeft toegang tot onderwijs. En iedereen hoort erbij. Dus iedereen voelt zich ook oké en voelt zich gelijk aan elkaar. En iedereen kan inclusief aan het onderwijs deelnemen. Nou, een onderdeel van inclusief onderwijs is digitale toegankelijkheid. Want vooral als je je onderwijs digitaal aanbiedt, nog steeds moet onderwijs toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook digitaal toegankelijk. Dan vraag ik heel even snel een korte introductie van Patricia. Misschien kun jij nog even snel voorstellen. Hallo, ik ben Patricia de Ves. Samen met Elke van Doren en Wouter Lens van Stichting Accessibility dit webinar voorbereid. Ik werk ook bij SINOP en een deel van mijn tijd besteed ik bij ECIO. Werkzaam op onder andere het thema digitale toegankelijkheid binnen het hoger onderwijs en het mbo. En daarnaast ook betrokken bij twee websites die we voor studenten hebben gelanceerd in opdracht van het ministerie van OCW. Over regelingen en voorzieningen voor studenten met een extra ondersteuningsvraag in het onderwijs. Geef ik het woord graag aan Wouter. Goedemorgen, mijn naam is Wouter Lensen. Ik werk bij Stichting Accessibility als business consultant. En Stichting Accessibility is het kennisinstituut digitale toegankelijkheid. We hebben onder andere werken we mee aan de W3C, de normenkader voor hoe je digitaal toegankelijke applicaties toetst en hoe je ze optimaliseert. En ik heb een oorsprong als onderzoeker digitale toegankelijkheid en nu werk ik bij de stichting. Ik geef het woord weer terug aan Elke. Goed, dankjewel. En voor de rest ook allemaal welkom. Even snel wat praktische zaken. Het is fijn als iedereen zijn microfoon op mute heeft. Nou, dat weten we volgens mij inmiddels na 2 jaar met elkaar Teams wel. Vragen stellen kan via de chat. Ik zie dat er nog een redelijk klein clubje is. Voel je ook vrij wat mij betreft om eventueel in te breken hoor. Als het even niet lukt met de chat, dan roep vooral gewoon. De sheets worden beschikbaar gesteld. We nemen het webinar op. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan toen we een webinar over digitale toegankelijkheid hadden. Zodat er altijd nog even teruggekeken kan worden. Na afloop blijven we ook nog eventjes online hangen, mocht je nog specifieke vragen hebben. En even een tip. We kwamen er een tijdje geleden achter dat binnen MS Teams kun je ook zelf live ondertiteling aanzetten. En dat kan door meer opties. Ja, bij mij ziet dat eruit als 3 puntjes. Dan kun je klikken op live bijschriften inschakelen. En dan staat die standaard nog op Engels. Dus dan zie je als het goed is onderin al wel wat ondertiteling. Dan kun je rechtsonder, zie je nog een keer 3 puntjes. En daar kun je aanklikken om instellingen voor bijschriften aan te passen. Dan kun je dus de gesproken taal wijzigen naar Nederlands. Het werkt nog niet perfect. Het is, Nederlands is vast ook nog niet een ideaal en nog geen hele handige taal om te vertalen. Dus soms komen er een beetje gekke en soms zelfs hilarische vertalingen natuurlijk zichtbaar. Maar bedenk je ook dat iemand die bijvoorbeeld echt slechthorend is of doof is, die kan daardoor toch altijd meer informatie meekrijgen dan zonder. Dus een tip misschien ook voor jullie om weer door te geven aan anderen. We gaan het vandaag hebben over... We zullen eerst even starten met Lotte. Die was al ingelogd, zag ik. Zij is een student aan de TU Delft. En zal eens vertellen over haar ervaringen met digitaal les krijgen en de toegankelijkheid daarvan. Dan zal Wouter even een introductie geven op digitale toegankelijkheid. Wat verstaan we daar nou onder? Wat betekent dat nou?
En dan gaan we het echt hebben over digitaal toegankelijk lesgeven. We hebben samen met Wouter een handreiking geschreven over digitaal toegankelijk lesgeven. En de punten uit die handreiking zullen we in dit stukje eventjes met jullie doornemen. En tenslotte zijn wij heel erg blij dat Jessica Zweers ook even haar perspectief kan vertellen over hoe kan een docent nou hier rekening mee houden met digitaal toegankelijk lesgeven. En dan sluiten we af met een korte reflectie. Dan zijn wij ook even benieuwd naar jullie. Ik hoop dat het jullie lukt om even of je telefoon of je kan ook even je internetbrowser openen. We gaan even met Mentimeter aan de slag. En dan vraag ik jullie om te gaan naar www.menti.com. www.menti.com en hierbovenin staat de code en de code is 1448-2751. Zal ik het nog een keer zeggen? 1448-2751. En daar kun je intoetsen, daar wordt de vraag gesteld, waar werk je? En daar staan een aantal keuzes, mbo, hbo, wo of anders. En zoals jullie misschien al merken, lees ik alles voor wat ik ook laat zien op het scherm. En dat doe ik ook bewust, omdat niet alles wat ik laat zien op scherm voor iedereen altijd goed zichtbaar is. Dus ik lees ook even de antwoordcategorieën van de Mentimeter voor. Nou, er is een einduitslag, zullen we maar zeggen. Het is... Ik zei al, er waren 40 mensen hadden zich aangemeld en ik merk nu ook dat misschien zijn we ook maar met z'n tienen. Wat misschien ook nog wel een leuk gesprek kan opleveren, dus dat is prima. Er zijn nu 2 mensen die hebben ingelogd, die komen van het mbo. 5 mensen werken bij het hbo, 2 mensen bij het wo en 1 iemand anders. Misschien kunnen we later nog eventjes vragen wat dat dan is. Oh, 6 mensen inmiddels bij het hbo. Ik nog even snel een baan weten te vinden. Dan moet ik even kunnen doorklikken. Ja, wat is je functie? Nou, ik zie nu al dat Mentimeter nu in beeld al wat minder digitaal toegankelijk is hier in de antwoordcategorieën. Dus ik lees ze nog een keer extra voor. De functies zijn docent of studieadviseur, studentendecaan, beleidsmedewerker of beleidsadviseur, aandachtsfunctionaris, dus dat kan aandachtsfunctionaris digitale toegankelijkheid bijvoorbeeld zijn, communicatie ICT of anders. Nou, we hebben dus 3 docenten of studieadviseurs in de zaal, in de digitale zaal. 5 beleidsmedewerkers of beleidsadviseurs. En 2 mensen met een andere functie. En ik vermoed onder andere, ik weet toevallig dat Lotte is ingelogd en dat Lotte student is. Dus ik vermoed dat Lotte ook... een andere functie heeft natuurlijk dan dat hier staat. Nou, laatste vraag voor nu eventjes. Er staan 3 stellingen in beeld. En dat is bedienbaar met schuifjes. En links staat zeer mee oneens en rechts staat zeer mee eens. En de eerste stelling is, tijdens mijn lessen heb ik vaak te maken met digitale toegankelijkheid. Daar kun je het dus mee oneens zijn of mee eens. Het is volgens mij een 5-punt schaal. Stelling 2 is, alle digitaal onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. En de laatste stelling is, ik weet al heel goed hoe ik mijn lessen digitaal toegankelijk kan aanbieden. En in beeld zien we nu de antwoordcategorieën binnenkomen. En het verspringt nog een beetje omdat er steeds nieuwe antwoorden komen.
We hebben nu 8 mensen ingelogd, of zeg je dat, ingediend. Nou, stelling 1, dus of je vaak te maken hebt met digitale toegankelijkheid. Zijn jullie antwoorden redelijk gespreid? Dus degene die dat goed kunnen zien, zie je zowel links als rechts aardige, hoe zou ik het zeggen, bergjes. Dus dat betekent dat er of mensen vooral daarmee oneens zijn geweest, of mensen daar vooral mee eens zijn geweest, waardoor het antwoord in het midden komt. Dus ja, gemiddeld, de een meer dan de ander blijkbaar. En al het digitaal onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, daar zijn jullie het grotendeels mee eens. Oh ja, ik zie dat Bob Jan al aangeeft, ik geef geen les meer. Dat kan natuurlijk ook nog, ja. misschien dat dat ook nog de 3 verklaart. Al het digitaal toegankelijk onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, daar zijn jullie het voornamelijk mee eens. En jullie zijn nog niet zo heel erg, zeg in ieder geval dat je nog niet heel goed weet hoe je je lessen digitaal toegankelijk kan aanbieden. Nou, daar hopen we vandaag een bijdrage aan te kunnen leveren. Dank jullie wel. Dan vraag ik nu eventjes Lotte. Welkom Lotte, yes. Fijn dat je er bent. Hi. Lotte, jij studeert aan de TU Delft. En misschien kun je eventjes jezelf voorstellen welke studie je doet, welk jaar je zit en hoe dat is voor jou om digitaal les te krijgen. Ik had daarvoor ook een presentatietje gemaakt. Dat vind ik altijd leuk erbij. Dus ik ga even kijken of ik mijn scherm kan delen. Eventjes. Zoeken naar het juiste scherm. Even kijken. Jullie zien nu de presenterview, hè? Gelijk. Ja. Oké, top. Nou, hallo allemaal. Welkom dat ik... fijn dat ik mocht aansluiten hier nog over. Om even mijn perspectief te geven van digitale toegankelijkheid. Zoals net al gevraagd, zal ik me eerst ook eventjes voorstellen. En daarnaast wil ik mijn eigen ervaringen geven op een paar topics. Er zijn nog veel meer dingen die ik waarschijnlijk had kunnen bedenken, maar ik wil het vooral vandaag even hebben over scans, zelf opgestelde documenten, online lessen en de online learning environment. Ik heb het hiermee ook best wel breed gepakt. En daarnaast zou ik ook zelf nog wat adviezen willen geven die ik zelf graag altijd terugzie in mijn eigen lessen. Maar eerst over mij. Ik ben 23 jaar momenteel en ik zit in mijn tweede jaar van de Master Applied Geophysics. Dit is een programma van de TU Delft, maar je reist er ook mee rond naar andere universiteiten. En daarvoor heb ik ook de Bachelor Applied Earth Sciences gedaan aan de TU Delft. Dus ik zit alweer inmiddels een tijdje aan de TU. Daarnaast is het ook nog wel leuk om te weten, ik ben al heel erg lang bekend inmiddels weer met ACO, want ik ben ook medeoprichter van het studentenplatform Student Onbeperkt aan de TU Delft. En het studentenplatform voor studenten met een functiebeperking. Daar ben ik ook nog steeds heel actief mee bezig. En om een beetje perspectief te bieden, heb ik dus zelf... ik heb een visuele beperking, albinisme. En daarmee heb ik een visus van 0,12%. En als ik bijvoorbeeld op mijn scherm dus aan het navigeren ben, betekent dit dat ik 400 à 500% ingezoomd sta. Dit kunnen jullie ook zelf checken, bijvoorbeeld met... als je het leuk vindt, met Windows Vergroter. Dat is ook degene die ik gebruik. Om dan dus naar 400 of 500% in te zoomen. En dan kun je zien hoeveel ik maar van mijn scherm zie. En hier rechts hebben we nog een leuk plaatje van mij van veldwerk. Ik dacht het wel leuk erbij. Oké, dan even mijn ervaringen met scans. Ik had bijvoorbeeld voor mijn, deze afbeelding hier links. Die is natuurlijk heel wazig. Dat is ook gewoon een screenshot van een pdf. Maar in het echt was hij ook heel wazig. Ik had dit document gekregen van een docent van mij voor mijn bachelorthesis destijds. En ik kon hier gewoon niks van maken. Het is sowieso schuin gescand. De resolutie was heel, heel laag. De afbeeldingen zijn heel koors geworden, heel korrelig. De tekst was bijvoorbeeld ook niet selecteerbaar. Dus ik kon het. Ik gebruik zelf geen voorleessoftware. Maar in ieder geval dat ik het dan nog kon kopiëren om notities te maken. Dus dat werkte gewoon niet zo goed. Dus ik moest zelf dit document. Wetenschappelijk artikel weer op gaan zoeken
om de betere versie te gaan vinden. Overigens, dit is dus een voorbeeld van echt een heel slecht document. Maar over het algemeen ben ik altijd heel blij als ik een artikel of een stuk tekst online of digitaal aangeleverd krijg. Omdat het heel veel opties biedt. Ik kan het vergroten. Als ik heel moe ben, zou ik het kunnen voorlaten lezen. Terwijl op papier is dat toch een stuk vermoeiender. Nou, we krijgen bijvoorbeeld ook wel eens scans met handgeschreven notities. Dat is ook alles behalve ideaal. Dus dit is ook iets waar ik jullie over wil laten nadenken. Een paar voorbeelden. Dan zelf opgestelde documenten. Hier heb ik ook weer een voorbeeld van een PowerPoint presentatie uit mijn bachelor destijds. En zoals je al kan zien, het is heel erg rommelig, heel erg onrustig, maar ook heel veel verschillende kleurencombinaties, waardoor je gewoon een beetje de weg kwijt kan raken. En ook de contrasten zijn hier best wel laag. Bijvoorbeeld als we kijken, we hebben hier een donkerblauwe achtergrond. Nou ja, witte letters erop op zich prima, maar er wordt ook met rood gespeeld, met rode lijntjes. En vooral met iemand die kleurenblind is dat, geeft dat echt wel grote problemen. Maar ook voor mij zorgt het voor een lager contrast. Dus wat voor document je ook opstelt, hou dit soort dingen in de gaten. Hou rekening met je kleurencombinaties, met je contrast, maar ook met je structuur. En dat het ook wel duidelijk is om te vinden waar je bent. En daarnaast ook nog natuurlijk de afbeeldingen. Ja, ik doe zelf een beta-opleiding, een ingenieursopleiding. En daarbij heb je natuurlijk heel veel grafieken. En als er heel veel lijntjes bijvoorbeeld in die grafiek staan, dat is heel leuk, want er zit heel veel informatie in. Maar het is soms ook lastig om hier alle informatie uit te halen die erin zit, omdat het gewoon heel lastig navigeren is, want je hebt x hem dus in. En je hebt x as en y as bij grafiekjes. En dan moet je weer dus kijken van, goh, wat is de waarde daar en de waarde daar, wat heel veel schoolwerk oplevert. Dus dat is ook iets om ook wel echt rekening mee te houden. Ik heb daar niet direct een advies voor, maar het is ook wel een belangrijke factor. Dan online lectures. Ik denk dat dat ook wel een hot topic is natuurlijk tegenwoordig. En als ik heel eerlijk moet zijn, ik vind online lectures persoonlijk echt geweldig. Ik ben er best wel fan van. Zoals je ziet heb ik ook heel veel pro's geschreven en ook maar weinig wat er nog verbeterd kan worden. Want een van de voordelen voor mij is, de PowerPoint komt gelijk gewoon groot op mijn scherm. Voorheen en tijdens fysieke colleges zat ik altijd met ik heb een camera die ik aan kan sluiten op mijn laptop. En zat ik altijd helemaal met mijn camera het scherm te volgen. Maar de resolutie gaat ook omlaag, omdat je en een projector hebt en dan nog een camera die het opneemt op mijn eigen laptop. Dus dat was gewoon altijd, ja, het werkt wel, maar niet ideaal. Dus nu dat de PowerPoints groot op mijn scherm komen, ik vind het heerlijk, moet ik zeggen. Daarnaast wordt er nu dus ook echt gezorgd dat al het lesmateriaal gelijk online is. Dat je niet eerst nog in de lecturezaal dat je een papiertje krijgt van een toets of iets dergelijks. Nee, alles is gelijk online en digitaal. Daarnaast heb ik je ook nog een kleinere sociale drempel geschreven. Daar zal niet iedereen het met mij mee eens zijn. Maar ik vind het bijvoorbeeld heel prettig dat ik nu het gezicht van iemand gezien, van de docent bijvoorbeeld. En dat ik ook gelijk met mijn medeklasgenoten, dat er een naam onder staat. Dat ik gelijk de naam en het gezicht aan elkaar kan koppelen. En daarnaast binnen energie, kwijt aan de reistijd. Dit gaat voor mij niet helemaal op persoonlijk, omdat ik zelf op de campus woon van de TU Delft. Maar het is ook wel eentje die vaak genoemd wordt. Al zijn er ook nog wel wat dingen te leren, net zoals hier op de afbeelding links. Dit is een foto, het is een beetje korrelig, maar die heb ik gemaakt van met mijn telefoon van mijn laptop. Want de docent was op het bord aan het schrijven en zoals je ziet, er is niks. De kwaliteit was te laag van de opname destijds. En daarnaast is rekening houden met de concentratieboog. Wordt ook niet altijd gedaan, worden maar 2 uur aan elkaar lesgegeven, want dan is het voorbij. Maar natuurlijk, online ben je minder gefocust. Dan de online learning environment, die wilde ik ook nog toevoegen, maar daar moest ik iets langer over nadenken. Wat voor goede voordelen en nadelen ik daaraan kon geven. Een van de dingen voor mij is wat ik moeilijk soms mee heb met door Brightspace te scrollen. Is dat je gewoon heel veel mapjes hebt. En dan moet je ook maar weer net de juiste knoppen vinden. En de ene keer zit het, weet je wel, en dan zit de submit knop, of de
inleveren knop helemaal rechtsonder en dan weer, zit hij weer linksboven bijvoorbeeld. Maar ook gewoon de juiste documenten vinden in de juiste mapjes. Dit is gewoon, ja, het kan wel eens een heel zoekwoord worden. Maar voor de rest ben ik er vooral heel positief over. Omdat dus, dit geeft je de kans om alles online, alle documenten digitaal te vinden. Ik vind het vooral ook heel fijn dat je de PowerPoints al kan downloaden. Dat je ze dus op je eigen scherm ook mee kan kijken. Bij online lessen is dat iets minder relevant, maar het is wel handig om dan soms even terug of al vooruit te kijken. Literatuur staat er ook vaak op en alle uitleg op één plek. Al is dat laatste, heb ik soms ook gehoord nu met het online lesgeven, niet altijd meer het geval. Omdat we nu hebben dan Brightspace, wat echt van de TU Delft is. Maar worden bijvoorbeeld heel veel lesgegeven via Teams. En dan staan sommige bestanden weer op Teams en andere weer op Brightspace. Daar heb ik zelf geen ervaring mee. Maar dat komt ook heel veel voor nog op de TU Delft. Nou, dan gaan we even kort naar mijn adviezen. En dat is het belangrijkste. Bied al het lesmateriaal digitaal aan. Daar ben ik zelf altijd heel blij mee als ik dingen digitaal gelijk krijg. Omdat ik het op papier gewoon echt niet kan lezen. Maar let daarbij wel op natuurlijk als je een document hebt op het contrast, de resolutie en de kleur. En daarnaast nog even een leuk feitje. Wij zijn met studenten op het werk momenteel ook bezig om een advies te schrijven voor corporate templates aan de TU Delft. Dus ik ben er ook al wat meer aan het mezelf aan het inverdiepen. Dat gezegd hebbende, deze aspecten die ik net heb genoemd zijn wel echt mijn eigen ervaringen. Er zijn nog heel veel andere dingen die gezegd kunnen worden, maar waar ik zelf geen ervaring mee heb. Dus dit is echt wel mijn eigen perspectief. Dan de PowerPoint vooraf verspreiden. Dat is ook een heel specifiek advies waar ik ook altijd heel blij van word. Want zoals ik zeg, je kunt het op je eigen tempo doorlezen tijdens de les. En het laatste wat ik echt wil meegeven is, zoals ik al zei, dit zijn mijn interpretaties. Maar vraag ook vooral input van studenten. Wat hebben je studenten in je die in jouw les zitten nodig? Wat ze kan er veranderd worden, dat het voor hun wel toegankelijk is. En daarnaast zijn er ook vaak dingen die voor mij worden aangepast, waar andere studenten ook weer veel baat bij hebben. Dus ook al doe je het voor die student met een functiebeperking, uiteindelijk heeft de hele groep er vaak profijt van. Dat was mijn presentatie. Ik heb het volgens mij redelijk kort kunnen houden. Zijn er nog vragen? Super, dankjewel Lotte. Een heel mooi helder verhaal wat mij betreft. En heel fijn dat je dit zo wilt delen. Ik zie wel in de chat bijvoorbeeld al een vraag. Mensen reageren ook wel op dat je zei dus dat in de online leeromgeving het altijd even zoeken is in alle mapjes. En ik kan me voorstellen dat de ene docent dan weer Teams gebruikt en de andere misschien mapjes. Dus inderdaad, daar zullen meer studenten last van kunnen hebben. En een vraag hier van Mirjam is of in jouw opleiding uniformiteit is in hoe docenten de leeromgeving inrichten. Nee, dat wordt eigenlijk kan iedereen daar zijn eigen draai een beetje aan geven. Je hebt wel een beetje de basisstructuur van het hele Delft gebruikt dan Brightspace. En je hebt wel de basisstructuur met je hebt de normale beginnende informatie, dan de lesstof en planning en zo. Maar het is ook maar net aan de docent of dat ze dat invullen en waar ze het neerzetten en of ze het überhaupt gebruiken. Want zoals ik al zei, er zijn ook heel veel docenten binnen mijn opleiding niet. Maar ik heb van vrienden wel vernomen bijvoorbeeld dat ze dan weer ineens op Teams alles gaan zetten. Ik had bijvoorbeeld zelf ook een vak vorig jaar waarbij niet eens de online learning environment werd gebruikt. Dat was gewoon, alles werd via mail gedaan qua tekst. En er waren ook geen slides, alles werd op het bord uitgeschreven. Dus dat was totaal geen digitaal vak, zeg maar. Dus het verschilt heel erg veel per opleiding en per vak. Oké, helder, dankjewel. En ik zie dat Mirjam ook nog opmerkt dat ze het goed vindt om te horen. Dat je dus de zichtbaarheid, dus dat je het gezicht ziet en de naam daarbij. Dat was een punt wat ze ook nog niet eerder had gehoord en zelf ook nog niet had bedacht. Dat ook een fijne een voordeel is, zeg maar, van het werken zo met Teams. Zijn er misschien nog andere mensen die een vraag willen stellen aan Lotte? Oh, sorry, ik zie in de chat er nog eentje hier staan van Jessica.
Lotte, wat is jouw ervaring met flitscolleges en andere soorten opnames? Ik merk dat het best lastig is om die overzichtelijk in een digitale leeromgeving te plaatsen. Ik ben zelf niet heel erg bekend met flitscolleges. Dat zijn die hele korte clipjes, hè, om iets uit te leggen. Hè? Ja. Ja. Nee, ik ben er zelf niet heel erg bekend mee. Ik heb in het begin van mijn studie hebben we wel eens natuurlijk video's gehad om bijvoorbeeld iedereen op één niveau van de wiskunde komt. En ja, het is net zoals met gewoon sowieso ook lesgeven en opnames, is het altijd natuurlijk belangrijk dat er gewoon genoeg uitgelegd wordt wat er op het scherm staat. En dat is in die hele korte clipjes vaak wel wat moeilijker. Dan wordt er gewoon iets weergegeven op het scherm zonder soms uitleg en dergelijke. Maar ja, zoals ik zei, ik heb er zelf niet heel veel ervaring mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor sommige mensen lastig is. Omdat het te snel gaat. En dus ook niet precies uitgelegd wordt wat er op het scherm staat. Maar dat is een interpretatie. Ik heb er zelf geen kennis van. Nee, helder. Ik zie dat Bob Jan nog zegt dat ze het ook wel kennisclips noemen. Ja. Nog andere vragen? Je mag het in de chat zetten, je mag het ook hardop vragen. Nee, ik zie verder geen vragen. Ja, Lotte, jij zei inderdaad van nou, zo zijn er vast nog wel, net als met die contrasten en dat soort dingen. Nou, daar hebben Stichting Accessibility en ECO ook handreikingen voor. Dus nou, mocht je ooit als docent of wil je iets willen doorgeven aan docenten in jouw organisatie, nou, stuur ze dat soort handreikingen toe. Want daar staan inderdaad tips en tricks hoe je dus rekening kan houden met contrast, met een goede koppenstructuur voor bijvoorbeeld voorleessoftware. Voor dat je alt-teksten toevoegt aan plaatjes. Nou, dat soort tips staan allemaal in die handreikingen. En daar zullen we ook nog wel naar verwijzen verder dit webinar. Ja, ik denk dat ik ook wel even blijf hangen, gewoon dus voor ook mijn studentenplatform, omdat we hier ook mee bezig zijn, dat het wel interessant is. Als het niet erg is in ieder geval. Hartstikke goed, dankjewel. En mocht je dus tussendoor vandaag ook nog iets horen dat je zegt van daar wil ik op reageren, voel je vrij om dat te doen, hè? Yes. Okay. Voor nu hartstikke bedankt voor je bijdrage. Ik zie dat mensen reageren met fijne voorbeelden en... Oh, sorry, ik zie nog één vraag, toch nog, die binnenkomt op de chat. Van Brenda. En zij vraagt of jij misschien nog even iets kan vertellen over het studentenplatform. Ja, het studentenplatform is net iets meer dan een jaar geleden opgezet door mij en twee anderen. En dat was meer om studenten met een functiebeperking ook met elkaar in contact te brengen. Maar ook om input te geven op het beleid van het EU Delft om studeren met een functiebeperking. En daarnaast doen we ook nog heel veel voorlichting voor studenten en docenten zelf. Dus wij zijn een heel breed platform wat zich in ieder geval bezighoudt om het leven van studenten met een functiebeperking iets makkelijker te maken op de TU Delft. Mocht je meer informatie willen, kun je ook altijd naar onze website. We hebben een TU Delft website. En je kunt ook ons altijd ook contacteren via studentonbeperkt@tudelft.nl. Onze e-mail staat ook op de website, mocht je meer willen weten. Super, dankjewel. Nou, heel erg bedankt voor je bijdrage. Dan gaan we nu in het webinar eventjes door naar Wouter van Stichting Accessibility. En Wouter zal wat meer vertellen over digitale toegankelijkheid. Wouter, zal ik je het scherm delen met de presentatie of wil je dat zelf doen? Ik heb hem. Oh, je staat nog op mute. Ja, ja. Maakt niks uit. Ik kan het zelf ook delen, dat is ook goed. Deel jij het maar, dat is misschien wel 100 keer makkelijker. Ja. Komt hij aan? Dan kunnen we die gewoon bij blijven. Ja. Zo. Ja, goedemorgen. Ik had mezelf al voorgesteld, Wouter Lens, werk bij Accessibility. Dankjewel Lotte voor deze uitgebreide presentatie. Ik denk dat er nog wel wat dingetjes ook weer dubbel zijn. Maar goed, herhaling is ook wel weer goed, toch?
Digitale toegankelijkheid, wat is dat nou uiteindelijk? Het gaat erom dat iedereen met of zonder beperking de kans krijgt om gebruik te maken van alle vormen van digitale informatie in dienstverlening. En dat is in de breedste zin des woords. En dan hebben we er drie vormen van, want je hebt natuurlijk ook fysieke toegankelijkheid, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar sociale toegankelijkheid gaan we het nog wel heel even over hebben, dat is de volgende slide. Als je daar heel even. Daar gaat het erom dat iedereen met of zonder beperking goed te woord wordt gestaan. En dat je gemakkelijk bij de juiste informatie kan komen. En dat deze informatie wordt gedeeld in een begrijpelijke taal. En ik haal wel eens het voorbeeld naar voren dat mijn collega is volledig blind. En wanneer we samen dan een presentatie geven, is het soms lastig als er iets op het scherm gebeurt wat hij niet kan zien en wat hij ook niet hoort. En dan moet hij iemand erbij halen, of zijn vrouw erbij halen, om iets uit te zetten of een schermpje dicht te klikken of zoiets dergelijks. En met name dat hulpvragen is natuurlijk een hele lastige. En dat zouden we eigenlijk moeten, ja, moeten vermijden en moet je ja, zoveel mogelijk maken dat je het zelf kan. Gaan wij even naar de volgende slide over hoeveel mensen hebben we het nou? 4 miljoen Nederlanders hebben problemen met digitale toegankelijkheid van websites en apps. En het zijn grove cijfers, maar 30% van de studenten ervaart een functiebeperking. Wellicht dat Lotte een andere ervaring heeft, maar dit zijn een beetje de grove cijfers. Dus het gaat om een grote groep mensen die waarvoor je het doet of waarvoor je digitale toegankelijkheid inzet. En Waar hebben we het dan echt over? Van wat voor beperkingen hebben we dan? Visuele beperking. Mensen met ofwel volledig blind ofwel slecht zicht. Auditieve beperking. Cognitieve beperking voor mensen met iets minder snel kunnen leren, dat soort dingen. En een motorische beperking. Maar dat zijn eigenlijk de grote groepen. Maar we hebben natuurlijk ook nog de groep laaggeletterden. Dat is best een grote groep. Hoge leeftijd, 65 plus. Er komen 4 miljoen mensen die 65 plus zijn binnenkort. Dat is echt heel veel. En wat we soms wel vergeten. We denken allemaal dat jongeren allemaal digitaal vaardig zijn. En met appjes en heel snel kunnen chatten enzovoort. Maar ze zijn niet altijd even digitaal vaardig. Als de Belastingdienst bijvoorbeeld een brief stuurt over een tegemoetkoming of wat dan ook, dan is het lastig voor jongeren, sommige mensen, om die brief te begrijpen. Wat staat er nou uiteindelijk in? En dat hoort eigenlijk ook bij digitaal vaardigheid. Digitaal vaardig zijn. En, maar goed, zoomen wij even in op de verschillende functiebeperkingen. Je ziet hier Ruud. Ruud is blind. En voor hem is het heel belangrijk dat hij gebruik kan maken van voorleesapparatuur. De iPhone is wat dat betreft een fijn instrument omdat daar voice-over op zit. En voice-over leest het keurig netjes voor en geeft nog, ja, zeker voor websites, nog een aantal andere functies daarbij. Wat moet daarvoor geregeld zijn? Geschikt voor voorleesapparatuur, dus je website of applicatie moet ook geschikt gemaakt zijn om goed voor te kunnen lezen. En soms hebben we developers die heel enthousiast met allerlei JavaScript linkjes maken. En dat is gewoon een drama voor een voorleessoftware, want die ziet dan gewoon niet dat het een link is bijvoorbeeld. Goede koppenstructuur en alternatieve teksten voor afbeeldingen. Je moet je ook soms afvragen, is een afbeelding wel nodig om voor te lezen of kun je die beter negeren? Zeker als je het hebt over heel veel informatieoverdracht, wat uitgesproken moet worden, kan het wel eens handig zijn om herhalende afbeeldingen bijvoorbeeld of decoratieve afbeeldingen niet voor te laten lezen. Hoe groot is deze groep mensen? We rekenen altijd een beetje met 500.000 mensen. De volgende slide is, gaat over Gert. Hij is slechthorend. Wat is er? Waar heeft hij voordeel bij? Leest wat het te horen is in een video. En je moet rekening houden dat Nederlands af en toe de tweede taal is. En gebarentaal is dan de eerste taal. Dat is niet altijd zo, maar dat hangt er een beetje van af.
Wat moet er dan geregeld zijn? Nou, ondertitels voor video bijvoorbeeld en begrijpelijk taalgebruik. Dat is anders dan voor cognitief, hè, maar het gaat er wel om dat je niet al te wollig gaat schrijven voor deze groep. Dat het gewoon snel te lezen en te begrijpen is. Ook hierbij gaat het over 500.000 mensen. Dus best wel veel. En de volgende slide gaat over Tom heeft een verstandelijke beperking en toegankelijkheidsproblemen zijn onder andere beperkte taalkennis of beperktere taalkennis. En wat bied je dan als organisatie aan? Nou ja, het schrijven op de B1 niveau bijvoorbeeld, hè, de wat eenvoudiger taalgebruik waarin je wel dezelfde informatie overdraagt. En we hebben het hier over 1,1 miljoen mensen, dat zijn toch ja, weer veel. De volgende slide gaat over motorische beperking. Johan gebruikt geen muis, maar een toetsenbord. En soms ook een alternatief toetsenbord die speciaal gemaakt is op zijn beperking, zeg maar. En wat bied je als organisatie daarvoor aan? Is toetsenbord toegankelijkheid. Dus dat je inderdaad daadwerkelijk ook met je toetsenbord of met je eigen toetsenbord er doorheen kan. Door je website of applicatie. En dat het ook een zichtbare focus heeft. En soms wordt die expres uitgezet omdat het niet mooi is, zo'n lelijk blauw randje rond je link. Maar het is wel heel erg praktisch en het is heel erg. Het kan je helpen om overzicht te krijgen over de pagina waar je bent. We hebben het hier over 1,6 miljoen mensen met deze beperking. Gaan we kijken bij Jessica, die heeft last van dyslexie. Te veel informatie in één keer, dus houd je pagina ook rustig en structureer je pagina's ook goed. Consistente opmaak kun je aanbieden, ja, zoals ik net al zei, die structuur. En gebruik zoveel mogelijk video en audio, als je dat maar toegankelijk maakt en ook in tekst aanbiedt, zeg maar. Dan gaan we kijken naar de volgende slide van de laaggeletterde. Moeite met taal, moeite met lezen. Je biedt als organisatie dan eenvoudige taal aan en afbeeldingen en diagrammen om tekst te ondersteunen. En dan heb ik meteen er wel een opmerking bij van als je dat doet en diagrammen maakt, dan is het voor een andere groep soms ook wel weer lastig om te begrijpen. Dus vaak moet je een diagram dan uitleggen in tekst of in een tabel daarbij. Dus dan bied je eigenlijk zowel een visueel aan als in tekst aan. Gaat ook voor 1,5 miljoen mensen. Ja, en de grotere groep ouderen, dat zijn natuurlijk enorm veel gecombineerde problemen natuurlijk. Afnemend gezichtsvermogen, geheugen, handverwerking, informatieverwerking. Wat bied je dan daarvoor aan? Dus een goed contrast en een leesbaar lettertype. En eigenlijk komt het erop neer dat het voor iedereen dan interessant is. Hè? Dat zei Lotte ook al van als het voor mij goed is, dan bied je het eigenlijk ook al aan. Voor iedereen heeft daar voordeel aan. Dus grotere aanklikvelden plus ruimte rondom en een broodkruimelnavigatie. Dat is dus dat je het pad weer terug kunt lopen wat je net hebt gedaan. Ja. Misschien kom jij tegen je microfoon aan of zo, want er zit een klein ruisje in. Mijn mouw komt tegen de microfoon. Oh, je mouw. En nu ik je toch stoor, ik zie nog een vraag van Mirjam staan. Dat je het hebt over zichtbare focus. En zij vraagt zich af of dat standaard zit in browsers. En of je de zichtbaarheid van die focus ook kunt verbeteren. Door bijvoorbeeld meer contrast met de rest van de pagina. Ja, dat kan. Zoals ik al zei, van sommige ontwerpers zetten de focus uit. Dus je hebt volledige controle over die focus. Maar als je niks doet, zeg maar dan, en je gebruikt gewoon standaard HTML, dan, dan maken de browsers die focus wel zichtbaar. Alleen waar je op moet letten is dat die niet aangepast wordt aan je huisstijl met net een lichtgroen contrast, bij wijze van spreken. Dus je kunt het beheren. Dus als je niks doet, is dat eigenlijk het beste. Als je er dan is. Maar als je er iets mee gaat doen, dus dat je een blauwe kleur gaat passen in je huisstijl. Of dat je een stippellijn ervan maakt omdat je dat mooier vindt. Ja, dan moet je gaan letten op contrasten en optimalisatie daarvan. Goeie vraag. Het wordt wel vaak gedaan. Mensen vinden het heel mooi, zeg maar, om daar iets mee te doen.
We ondervinden allemaal wel eens toegankelijkheidsproblemen. Situationeel, ja, in de trein vindt niemand het fijn als de video keihard aanstaat. En is het dus handig om ondertitels aan te bieden bij een video. Gebruik alsjeblieft geen automatische ondertitels van YouTube bijvoorbeeld. Want YouTube zegt wel dat hij dat kan. En dat kan hij ook. Alleen is de tekst dan vaak heel raar. En kan ook een bijzonder pijnlijke tekst worden, zeg maar. Tijdelijk, ja, dan hebben we het over RSI, gebroken pols, dat soort dingen. Zijn allemaal eigenlijk ja, functiebeperkingen waar iedereen dus voordeel aan heeft. Kijk even naar de volgende slide. Wat zijn nou de kaders waarin het is? Moeten we dit nou doen? Ja, we hebben dus een VN-verdrag in zaken rechten van de mens, 2016. Er is dus verschillende wetgeving bedacht en gemaakt om te moeten voldoen. En zoals, ik ga het niet allemaal helemaal in extenso uitleggen. Overheidswebsites moeten voldoen vanaf 2018. En we zijn ook bezig met de wetgeving voor niet-overheid. Dus onderwijs valt dan weer, nou ja, dat is een discussie, maar valt niet onder het onderwijs, in ieder geval niet onder de overheid. En nou ja, webshops, verzekeraars, dat soort dingen, die moeten allemaal gaan voldoen vanaf 2025. Dus dat is, dat wordt de wetgeving daarvan van kracht. Dat is best nog een hele ambitieuze tijd, want het lijkt nog heel ver weg, maar dat gaat heel snel zijn. Dan hebben we nog een andere wet, wet gelijke behandeling op grond van de handicap of chronische ziekte. Die wet digitale overheid, daar had ik het net over voor de overheid, maar dat is komt die uitbreiding op van 2025. En dan hebben we het normenkader, Web Accessibility Guidelines. Wat is dat nou? Dat zijn normen die we opgesteld hebben om digitale toegankelijkheid te toetsen voor je applicatie. Dus we hebben daarvoor 50 verschillende succescriteria waar we aan moeten voldoen. Als je je applicatie laat onderzoeken, dan gaan de onderzoekers 50 criteria hebben ze in hun bagage om jouw website te beoordelen en te bekijken en te laten voldoen aan die 50 criteria. En dan is er nog een wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Weet ik niet heel veel van. Ik weet alleen dat die wel van kracht is voor deze, voor toegankelijkheid. Volgende slide. Ja, heel even een beetje resumerend. Volgens mij zijn we er al bijna doorheen. Waarom moet je nou toegankelijk, waarom moet je nou toegankelijke applicaties bouwen? Nou, je rendement van je opleidingen neemt toe. We hebben net even gekeken, want 30% van de leerlingen heeft een functiebeperking. Nou, dat is dus best groot. Een instelling levert meer kwaliteit, want digitale toegankelijkheid gaat ook over kwaliteit. En soms wel eens met name over kwaliteit. Want als je een applicatie maakt en je gebruikt alleen maar HTML of gewoon de basis programmeren software, zeg maar, dan ben je bijna al, voldoe je al aan de normen. Maatschappelijke betrokkenheid toon je. Nou ja, door de corona werken we allemaal thuis en werken we allemaal met digitale applicaties. Soms is dat heel fijn en zeker voor iemand met een visuele beperking kan dat heel fijn zijn, zei Lotte ook al. Je bent sneller vindbaar door zoekmachines. Nou, Google is natuurlijk, zeggen we wel eens, een blinde gebruiker. Dat wordt steeds minder het geval, want die kan steeds meer interpreteren. Maar als je het voor Google goed maakt, dan is het vaak ook al goed gestructureerd. Studenten en medewerkers zijn meer tevreden met goede applicaties. Systemen zijn beter overdraagbaar en het beheren is eenvoudiger. Waardoor dan weer kostenbesparing is. En het werkt op alle platforms en op alle apparaten. En dat is wel een heel erg groot voordeel. Afsluitend, de laatste slide. Werk samen vanuit de verschillende afdelingen en verschillende rollen. Dat is eigenlijk, dat zeggen we in het bedrijfsleven heel vaak van. Het is niet alleen maar een theoretisch verhaal voor developers of designers. Maar het is door de hele organisatie heen. Moet je toegankelijkheid borgen en moet je daar wat mee. Dus werk samen vanuit de verschillende afdelingen en rollen. Volgens mij ben ik dan door mijn slides heen.
Dankjewel voor het luisteren. Heeft er iemand vragen? Ik hoor niks, maar... Nee, geen vragen, denk ik, voor nu. Nou, mocht er nog iets oppoppen en ook een vraag komen voor Wouter, voel je vrij om die te stellen. Dankjewel, Wouter. Dank jullie wel voor het luisteren. Ja, en ook een kleine aanvulling op wat je inderdaad zei, de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschap, de WHW. Die voegen we eigenlijk ook altijd wel toe, omdat daar gewoon in staat dat het onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. En ik zei in het begin ook al, ja, als je je onderwijs dan dus voor een groot deel digitaal aanbiedt, dan zul je daar toch iets mee moeten. Dus daarom zetten we die ook altijd eventjes erbij. Dus het is toch een soort verplichting dan? Eigenlijk wel, ja, vind ik wel. Ja, 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 maar dat is zijn dan vaak weer meer multi-interpretabel misschien, maar... Precies. Ja. Daar maak ik me dan weer zorgen over. Dankjewel, Wouter. Dan gaan we eventjes over naar Patricia. En Patricia, we gaan het nu even over 3 delen hebben. Dus nou, hoe kun je nou digitaal toegankelijk werken als docent voor je les? Straks zal ik wat vertellen over tijdens de les. En dan zal Patricia weer even wat vertellen over na de les. En deze informatie die hebben we ook opgenomen in onze nieuwe handreiking, die straks ook op onze website staat. Dus Patricia, digitaal toegankelijk voor de les. Ja, we beginnen weer even met een quote van een student. En dat geeft toch altijd heel goed aan wat er nodig is op het gebied van digitale toegankelijkheid. Ik zal hem eventjes voorlezen. Ik kan niet in 1 oogopslag zien welk onderdeel van een tekst relevant is om te lezen. Daarom is het voor mij handig als ik goed door mijn readers kan navigeren en kopjes en lees meer links al langspringend kan lezen. Zo kan ik ook bij de relevante alinea starten. Quote van Nanne, student dierwetenschappen. Ja, deze quote heeft natuurlijk alles te maken met het belang van digitale toegankelijkheid. En daar kun je in de voorbereidingen op je lessen en colleges wel iets aan doen. We hebben in de handreiking, hij staat trouwens al online op de website. Ik zal straks het linkje wel eventjes delen in de chat. We hebben bij die 3 onderdelen van voorbereiding en tijdens de les en na de les geven we tips. En vaak verwijzen we dan ook door naar handreikingen, artikelen en dergelijke waar je meer kunt vinden. Kort even 4 tips handig voor om in je hoofd te houden bij de voorbereiding van je lessen. Dus zorg dat het lesmateriaal digitaal toegankelijk is. Maak documenten dus toegankelijk voor leessoftware. Op de site van ECO vind je daar ook handreikingen voor hoe je bijvoorbeeld Word-bestanden en PDF-bestanden toegankelijk kunt maken. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld, maar je moet het je aanwennen om het te doen. Denk aan koppen definiëren, een beschrijving meegeven, aan afbeeldingen. Het moet eigenlijk een soort vaste gewoonte worden om dat te doen. En vaak in de snelheid waarmee dingen moeten gebeuren, wordt dat wel eens overgeslagen. Of zijn mensen nog niet gewend überhaupt om dat te doen. Neem toegankelijkheid mee in je keuze voor digitale programma's en tools. Dus wees je bewust van de mogelijkheden van bijvoorbeeld videoconferentietools als Zoom en MS Teams. En de mogelijkheden van whiteboard tools als Mentimeter of Kahoot. Stichting Accessibility deed onderzoek naar de toegankelijkheid daarvan. En daar hebben we ook wat informatie over opgenomen in de handreiking. Neem je les op en stel de video met ondertiteling beschikbaar. Heel veel studenten hebben daar baat bij. Dat is net ook in de presentatie van Wouter voorbij gekomen. En zorg ook achteraf voor heldere communicatie richting studenten. Deel je lesmateriaal bijvoorbeeld vooraf. Daar hebben we ook al iets over gehoord toen straks van Lotte. En heel belangrijk, wat Lotte ook aangaf, laat weten dat studenten hun ondersteuningsbehoeften kunnen aangeven en hou daar rekening mee. En zorg bijvoorbeeld ook dat studenten dat niet iedere keer opnieuw hoeven aan te geven. Dan gaat Elke nu het stukje doen, de tips tijdens de les. Ik moest me even unmuten. Dankjewel, Patricia. Ja, digitaal toegankelijk tijdens je les. We starten weer even met een quote. Voor een dove student zoals ik moet alles wat via geluid wordt gecommuniceerd ook op een andere manier weergegeven worden. Bij video's bijvoorbeeld via ondertiteling. Ik kreeg studiemateriaal doorgestuurd. Toen ik om een transcript vroeg, vertelde mijn docent dat die er niet was.
Dat begrijp ik niet. Die docent heeft de filmpjes gemaakt en ingesproken. Dat doet hij toch niet uit zijn blote hoofd? Nou, dit toont, het is een quote van een student als reactie op een docent die een PowerPoint filmpje of iets heeft ingesproken. Dit toont de behoefte van de student. Nou, een transcript zou fijn zijn, zodat ik ook kan lezen wat de docent vertelt. En het toont ook aan dat er dus verwachtingen heen en weer zijn. Dus de student verwacht dat een docent zoiets heeft. En de docent verwacht misschien niet dat de student daarom kan vragen. Dus communication is the key, zeggen ze wel eens. Nou, dat is natuurlijk ook hier aan de hand, denk ik. 5 tips voor tijdens je les. Nou, tip 1. Kies bewust voor camera's aan of uit tijdens je online lessen. Nou, hier wordt veel over heen en weer gediscussieerd, denk ik. En voor beide is wat te zeggen. Kijk, om goed les te kunnen geven is interactie natuurlijk belangrijk. Vooral voor docenten is dat echt belangrijk. En dat is natuurlijk het makkelijkste als je elkaar kan zien en kan horen. Dat is zowel voor de docent als voor de student eigenlijk het makkelijkste. Dus dat zou ervoor pleiten om als uitgangspunt camera aan te nemen. Maar er zijn ook redenen om de camera juist uit te zetten. Want er zijn studenten die zich daardoor bijvoorbeeld beter kunnen concentreren. Of slechtziende studenten, voor hen is het fijn als er bijvoorbeeld één spreker groot in beeld is. Dus ook als er een student spreekt. Dus dan is het weer fijn als je vraagt aan iedereen om de camera's aan te zetten. Dove studenten bijvoorbeeld, dan is het fijn om eventueel te kunnen liplezen. Nou, zo zijn er steeds voor's en tegens. Dus die zijn voor iedereen verschillend. En ook hier is dus, ja, ik zeg net, communication is the key. Dus geef dus vooraf in je communicatie aan dat studenten gewoon hun behoeften bij jou kunnen aangeven. Dus als één student bijvoorbeeld zegt, ja, sorry, maar ik vind het echt niet fijn om mijn camera aan te zetten, want ik voel me daar gestrest door, ik zeg maar wat. Dan weet je dat vooraf en dan hoef je daar niet in de les weer op terug te komen of moeilijk over te gaan doen. Aan de andere kant is er misschien een student die zegt van ja, ik ben doof en ik vind het fijn als iemand gespotlight wordt zodat ik kan liplezen. Nou, dan vermoed ik dat als een docent dat deelt met studenten dat daar ook veel begrip voor zal zijn. Dus ook hier blijf daarover met elkaar communiceren. Maak contact. Nou ja, hoe zorg je dan voor interactie tijdens online bijeenkomsten? En hoe maak je contact? Hoe zorg je dat iedereen zich gezien voelt? Dat is natuurlijk een algemeen belangrijk onderdeel. Om dus tijdens je les toe te passen. Hier staan echt hele, in onze handreiking staan er hele fijne leestips in. Een overzichtsartikel over effectief afstandsonderwijs bijvoorbeeld. Van de Inspectie van het Onderwijs. Een artikel van SURF over interactie in het digitale leslokaal. Hoe maak je online onderwijs sociaal van Science Guide. Dus dit is eigenlijk vooral even een tip om eens eventjes op door te klikken en door te lezen waar we naar verwijzen. Denk na over contact tussen studenten zelf. Ik bedoel, soms moeten studenten met elkaar samenwerken en dat gebeurt dan ook weer online. En hoe maak je dat mogelijk en hoe sluit je aan bij waar de student zelf behoefte aan heeft. Denk bijvoorbeeld aan studenten laten samenwerken in documenten. Hoe ga je dat organiseren? Via Google Docs bijvoorbeeld, of via MS Teams, of via online leeromgeving. Breakout rooms, hoe ga je die inrichten? En nou, zo zijn het al tools die Patricia net ook al noemde. Je hebt bijvoorbeeld Mural. Nou, daar kun je zelf een presentatie maken. Die kun je ook goed inzoomen. Je kan in groepen samenwerken of alleen. Nou, allemaal voorbeelden, maar ook hier is het wel weer belangrijk, mocht je te maken hebben met een student met bijvoorbeeld een visuele beperking, zorg dan ook weer voor tekstalternatieven aan afbeeldingen, et cetera. Dus bespreek ook met de studenten zelf, als jullie gaan samenwerken, wat werkt voor jullie. Ga goed om met PowerPoint-presentaties en videomateriaal. Nou, dit is wel een interessante, want we hebben het nou steeds over digitaal en online lesgeven, maar ook fysiek in het klaslokaal gebruik je wellicht digitale tools, zoals PowerPoint.
Als jij dus bezig bent met het werken met je PowerPoint, geef dan even kort aan wat er ook te zien is. Dus Lotte noemde net ook al, van, ze werkt veel met grafieken, met tabellen. Als je dus jouw grafiek laat zien op jouw PowerPoint, vertel dan even wat daar te zien is. Dus zeg niet, zie deze grafiek en praat weer door, maar zeg even, zie deze grafiek, die laat zien dat. Zodat je eventjes vertelt wat er ook zichtbaar is op de achtergrond. Praat dus niet tegen de PowerPoint-presentatie, maar zorg dat je gezicht zichtbaar blijft. Vanwege verstaanbaarheid natuurlijk en mogelijk kunnen liplezen. En zo, even kijken hoor. Ja, dat is eigenlijk wel voor de PowerPoint. En voeg ook bij de PowerPoint-presentaties dus ook weer alt-teksten toe aan beeldmateriaal. En als je dus videomateriaal gebruikt, ook hier weer zorg dat het ondertiteld is. En een laatste tip, denk ook aan digitaal toegankelijkheid bij presenteren door studenten. Op die manier maak je hen dus ook bewust. Dus als jij vraagt aan studenten, geef een presentatie. Geef dan als beoordelingscriterium bijvoorbeeld, ook net als dat een presentatie bijvoorbeeld maximaal 10 minuten mag zijn, zeg je daar bijvoorbeeld bij en zorg ook dat je presentatie digitaal toegankelijk is. En nou, dat geeft meteen bewustzijn voor studenten die dat ook weer hopelijk de rest van hun leven meenemen in de toekomst. Dan digitaal toegankelijk na je les. Ja, ik zag dat er een paar vragen in de chat binnenkwamen, maar misschien kunnen we die even bewaren tot ik dat laatste onderdeel heb gedaan. Dan nemen we het dan samen. En ik zal een beetje snel doen, omdat het tegen 11 uur loopt. Nou, nog even een quote van een student. Ik kan niet bij de feedback van mijn docenten. Als ik op mijn manier op die knop klik, gebeurt er namelijk niks. Nu moet ik bij elke docent langs om mijn feedback te krijgen. Beetje onzinnig als het digitaal toch al beschikbaar is. Het helpt me als knoppen echt knoppen zijn en bedienbaar voor iedereen. Sam, student grafisch ontwerp. Ja, echt een quote die goed past bij waar je aan moet denken, ook zeg maar na de lessen en colleges. Dit is wel heel ongelukkig als een docent, als een student bij elke docent langs moet om feedback op te halen. Terwijl die daar eigenlijk makkelijk digitaal aan zou kunnen komen. Dus de tip, zorg dat studenten zelfstandig kunnen werken buiten de lessen om. Zorg bijvoorbeeld ook dat duidelijk is wanneer en hoe je als docent bereikbaar bent. En via welke middelen, via de mail of misschien ook via telefonisch of via WhatsApp. En geef ook aan hoe je als student, dus als docent feedback geeft. En zorg dat die feedback digitaal toegankelijk is. Zorg dat het inleveren van opdrachten toegankelijk is. Zorg dat duidelijk is hoe studenten materiaal moeten inleveren. En dat dit liefst ook op een digitaal toegankelijke manier kan. Dat ze niet om het in te leveren bijvoorbeeld per se fysiek naar de campus zouden moeten komen als dat niet per se noodzakelijk is. Zorg ervoor dat duidelijk is hoe studenten buiten de les contact met elkaar kunnen hebben. Ja, vaak vinden studenten daar natuurlijk wel hun weg in het online samenwerken via bepaalde online omgevingen. Maar zo nodig kun je ze hier ook in faciliteren. Denk aan MS Teams, waarin je ook samen aan documenten kunt werken of Google Docs. En tenslotte zorg dat je weet hoe je studenten kunt doorverwijzen. Natuurlijk zijn er altijd vragen waar je geen antwoord op hebt, maar het helpt wel om te weten naar wie je kunt doorverwijzen. Als het gaat om bijvoorbeeld aspecten die buiten je verantwoordelijkheid vallen. Denk aan vragen over intranet of de ELO of cijfersystemen of proctoring software voor het maken van een test of assessment onder digitaal toezicht. Elke, zullen we nog even naar die vragen gaan? Het is 11 uur zie ik. Maar even kort, er was een vraag over hoe bescherm je je materiaal als je een transcriptie digitaal deelt. En daar kwam ook al een reactie op, waarom zou je dat transcript willen beschermen? Omdat studenten in hun eigen lespraktijk lessen al gebruiken bijvoorbeeld, of informatie eruit copy-pasten en uit hun context ergens anders voor kunnen gebruiken. Is er
Wouter, zou jij hier iets op kunnen zeggen over die bescherming van transcripten? Is daar iets over bekend? Nou, vind ik het lastiger. Hoe ga je een transcript... eigenlijk is het gewoon niet te beveiligen. Want je kunt altijd een screendump maken en dan is je beveiliging al om zeep, zeg maar. Dus ja. Ik denk ook dat lesmateriaal... misschien is dat wel een persoonlijke mening hoor, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het gewoon een vrije informatie is die je best mag delen en die binnen de context best gebruikt mag worden of gekopieerd mag worden. Maar het beveiligen daarvan, dat is bijna niet te doen. Nee, dat zie ik ook terug in de chat inderdaad. Ook een paar reacties dat lastig uit te sluiten is. En ook binnen de context wat je zegt, Wouter, ik denk dat een hele belangrijke is. Er staat vaak in boeken dat er niks uit deze uitgave gedeeld mag worden en zo, maar ik denk binnen de context. Maar het is een beetje een juridische kwestie. Ja, dat denk ik ook. En de moderne wereld, de digitalisering, helpt ons wel om alles te kopiëren en maakt het ook mogelijk om te kopiëren. Zoals ik al zei, je maakt een screendump en je kunt alles kopiëren wat je maar wil. Alles wat digitaal is. Is bijna niet te beveiligen, zeg maar. Nee. Dankjewel, Wouter. Maar dat is natuurlijk wel duidelijk dat niet te beveiligen is. Maar ben jij dan als docent verplicht om transcripties te gaan delen en het iedereen ook nog eens makkelijker te maken als je het niet wil en dat er ook natuurlijk juridische sprake is van bescherming van geestelijke eigendom? Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik snap je punt, maar ik vind het een hele moeilijke. Misschien is dat wel iets voor juristen, zou ik bijna zeggen. Omdat je hebt natuurlijk ook je eigen mening daarover van ik wil eigenlijk niet dat mijn transcript een eigen leven gaat leiden, zou ik maar zeggen. Dat kan ik me voorstellen. Maar aan de andere kant is het ook wel weer fijn als een leerling, dan ga je uit van vertrouwen. Dat een leerling gewoon je transcript kan gebruiken om zijn kennis te vergroten, zeg maar. Ja. Dus het heeft twee kanten. Het lijkt me een belangrijk punt voor de ECIO om daarover na te denken in plaats van vast te stellen dat je gewoon die transcripties moet delen. Dat je ook even meeneemt wat dat betekent voor degene die al dat werk maakt en al die geestelijk eigendom creëert. Dus eigenlijk dat. Ja, dankjewel. Die gaan we zeker eens even meenemen inderdaad. Dankjewel voor de bijdrage en ik zie dat Jessica daar ook nog wel iets over kan vertellen. En dat gebruik ik meteen even als een goed bruggetje. Want Jessica, ik zou jou graag even het woord willen geven om eens vanuit jouw perspectief als docent en zelfs als docent van het jaar eens te vertellen over hoe jij hiermee werkt. En ik zie dat jij ook jouw presentatie al deelt, dus ga je gang. Ik zal ook even mijn microfoon aanzetten. Als het goed is, kunnen jullie mij nu horen? Ja. Ja, kijk, dat is ook belangrijk om altijd even te checken. Sowieso hartstikke interessant om die voorgaande verhalen te horen. Ik heb al wat notities gemaakt van dingen van denk van, dat is interessant. Daar kan ik best wel eens even wat over gaan vertellen bij mijn praatje wat ik heb voorbereid. Want ik heb daar wat ruimte gelaten om ook discussie te hebben. Dus daar kunnen we ook wel wat dingen instoppen. Mijn naam is inderdaad Jessica Sweers. Ik ben docent bij de Hanse Hogeschool Groningen. En ik ben sinds het voorjaar uitgeroepen tot docent van het jaar 2021. Ik geef les bij de opleiding Medische Diagnostiek. En ik geef daar vooral basisvakken in het eerste jaar. Basisvaardigheden, wiskunde, scheikunde, vrij abstracte vakken, praktica en studieloopbaanbegeleiding aan studenten. En daarnaast ben ik binnen mijn instituut verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing. Blended learning, nieuwe werkvormen, het testen van nieuwe digitale middelen en de kennis daarvan delen met mijn collega's. Ik heb ook een werkvloersimulatie ontwikkeld en dat is een hele nieuwe lesvorm waarbij studenten bij ons op de labzalen op school situaties kunnen oefenen die zij later in het werkveld tegen gaan komen. Ze moeten daar bijvoorbeeld ook een keer bellen met een arts.
Wat natuurlijk heel spannend is. En sommige studenten hebben ook echt gewoon telefoonangst, weten niet hoe ze dat moeten doen. En dat kunnen ze daar gewoon oefenen in een realistische setting. Ze moeten als team samenwerken. En ze ervaren ook even de complexiteit van nou, het echte werkvloer. Terwijl ze nog wel fouten mogen maken en dingen mogen leren ontdekken. Zonder dat ze te kijken staan bij hun potentiële nieuwe baas. Ik ben docent van het jaar geworden om een aantal redenen en wat mijn studenten hebben aangegeven waarom ik docent van het jaar moest worden, is dat ik een hele unieke manier van lesgeven heb waarbij studenten het gevoel hebben dat mijn les van het begin tot het eind interactief is. Nou, vorig jaar was natuurlijk het coronajaar, toen ik genomineerd ben, dus ook digitaal, lukt het mij om de studenten daar heel goed bij te betrekken. En dat komt omdat ik ook echt verbinding weet te leggen met die individuele student. En ik leg ook verbinding met mijn collega-docenten, met onderwijsondersteuners, zoals onderwijskundigen en informatisering, om dingen te proberen en te testen en ze beter te krijgen. Dus dat is vanuit de ervaring waarvanuit ik dit verhaal heb voorbereid. Het is echt anders om online les te geven dan fysiek lesgeven. En wij zijn als docenten vooral opgeleid om die fysieke les te geven. Weet hoe we de dynamiek in de klas kunnen beïnvloeden, hoe je ze binnenkomt, hoe je daar in je les start. En ineens zijn we met z'n allen teruggeworpen naar een andere realiteit waar dat allemaal anders werkt. En dat is best wel ingewikkeld, want er komt heel veel meer bij kijken. En wat jullie nu allemaal noemen van het delen van materialen en wat gebeurt daarmee en ze kunnen ook screencasts maken, daar ontstaat ook een heel stuk onzekerheid bij studenten en docenten in die online omgeving. Ja, want het is heel makkelijk als je een online les geeft dat die opgenomen kan worden. En wat doen studenten daarmee? Gaan ze daar fatsoenlijk mee om? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de materiaal, de transcripten als je dat deelt. Maar ook hè, als we in onze PowerPoints plaatjes uit een boek gebruiken. Dat is ook het werk van een ander. Hè? Net zoals het je eigen werk is wat je soms deelt met studenten, ook het werk van auteurs. Dat is heel erg complex. En we lopen met heel veel van die digitale middelen dan ook aan tegen problemen met privacy, met de AVG en met copyright. Copyright issues. Als jij een les opneemt en op Blackboard zet, dan kunnen wij een boete krijgen als er te veel plaatjes van een boek in staan, meer dan wij mogen weergeven. En die regels daarvan die zijn best wel complex en daar zijn we zelf ook nog heel erg zoekende in van, nou op zich willen we wel opnames maken, maar mag dat wel of krijgen we dan een dikke boete vanwege die plaatjes die erin staan bijvoorbeeld. Want studenten kopen het boek niet meer, want ze kunnen het net zo goed van de opnames halen. Dus er zitten heel veel kanten aan van wat mag er? Hè? Hoe geef je werkprijs? We hebben het zelf natuurlijk gehad met de tentamens op afstand. Ja, dan lig je tentamenvraag gewoon op straat. Daar kun je van uitgaan. Hè, waar we vroeger echt hele vragenbanken hebben opgebouwd. Waar je heel zuinig op bent. Waar je uit wil blijven putten. Nou, als je een tentamen een keer digitaal op afstand hebt afgenomen. Dan kun je ervan uitgaan dat die vragen ergens bij iemand zijn opgeslagen. En je ze dus niet meer kan hergebruiken. Dus die onzekerheid van hoe ga je fatsoenlijk met elkaars materiaal om. Hoe ga je met de beelden van een ander om. Voel ik mij veilig in die digitale omgeving om dingen te delen. Dat is natuurlijk nogal een verschil. Hè? Of je het uit de tekst haalt of dat je een clipje van een docent gaat opknippen of daar wat geks mee gaat doen. Dat geeft een gevoel van onveiligheid waar je het met z'n allen ook over moet hebben. En ik heb zelf ook hier wel voorbeelden meegemaakt waar dat mis is gegaan. Waar we studenten echt hebben moeten aanspreken van hey, maar zo gaan we niet met elkaar om. Dat is een nieuwe wereld waar we ons nou ook nog een weg in moeten banen. En wat voor docenten ook een aarzeling dus geeft om soms mee te gaan in de wensen van een student. En ik vind dit die aarzeling voor een deel ook gewoon heel begrijpelijk. Die onzekerheid, je moet iets doen wat je nooit hebt geleerd, maakt natuurlijk ook al heel veel uit. Online lesgeven is ook heel anders in het contact leggen met studenten. En wat ik super belangrijk vind, er zijn nu een aantal dingen die eigenlijk heel goed bevallen aan het online onderwijs, die we gaan houden. Maar wat heel belangrijk is, daar hebben we afgelopen jaar niet de tijd voor gehad, maar het is heel belangrijk dat we de tijd daarvoor gaan nemen, is dat we dat online en dat fysiek onderwijs gaan enten op een fundament van goed onderbouwde didactische visie. Wat verwacht je wanneer van de student en hoe kun je die studenten bij ondersteunen? En wat kan heel goed fysiek in de klas en haal je daar de maximale waarde uit? Wat kan je juist beter online gaan doen in eigen tijd of samen in groepjes? Daar zijn hele belangrijke afwegingen te maken en daar kunnen we echt nog een enorme kwaliteitsslag in maken om die twee goed met elkaar te combineren en studenten ook echt een goede leerroute daarin aan te bieden die ook toegankelijk is voor iedereen. Ik denk dat er echt nog heel veel winst te behalen is. Over die toegankelijkheid, ik heb een trap als voorbeeld genomen. Als we het hebben over toegankelijkheid en een trap, wat zijn de gedachten van jullie als publiek bij het zien van die trap?
Daar ben ik even benieuwd naar. Ik zoek even de chat erbij. Dus als je die trap ziet en je denkt aan toegankelijkheid, wat denk je dan? Van simpel naar complex, best moeilijk om te beklimmen. Hoe kom je erop? Ja. Een hulpmiddel? Ja. Een trap is niet voor iedereen toegankelijk, precies. Dat was de balans die ik zoek. Wat voor de ene eruit ziet als een opstapje om hoger op te komen, om verder te komen, om door te ontwikkelen, kan voor een ander een blokkade zijn omdat hij de trap niet op kan en zoekt naar de helling. Dus wat voor de een toegankelijk is en helpt om verder te ontwikkelen, kan voor de ander heel hinderlijk zijn. Niet iedereen kijkt hetzelfde naar eenzelfde object en naar eenzelfde tool en mogelijkheid. En dat is wat ik ook heel erg heb gezien de afgelopen tijd met het digitale onderwijs. Dat echt een heel complex probleem is waar we ook onbedoeld drempels opwerken of juist drempels slechten, zonder dat we het doorhebben. En daar kunnen we nog ontzettend veel van leren, maar daar kunnen we ook veel bewuster afwegingen in maken. Nieuwe mogelijkheden van digitale tools zijn onder andere inderdaad ondertiteling. Soms kan je inderdaad automatisch aanzetten. Mij kan bijvoorbeeld ook, ik heb eerder les gegeven wel met een gebarentolk erbij. Nou, die zou je op zo'n digitaal platform gewoon rechten kunnen geven om te ondertitelen voor de student. Je kan een studentenassistent vragen om dat te doen als dat gewenst is. Dat kan en dat is heel makkelijk. Doordat je opnames maakt, kun je studenten veel flexibeler hun timing van hun studie laten bepalen. Voor bijvoorbeeld studenten met kinderen, die hun kinderen even uit school moeten halen, is het heel fijn als je de opname later terug kan kijken. Als je vermoeid bent en niet te veel colleges op één dag kan doen, hoe fijn is het dan als je kan zeggen, maar dit college kijk ik als ik mij beter voel. En dus die flexibiliteit in timing biedt voor een hele groep studenten een uitkomst. Omdat je zelf de regie hebt van wanneer ben ik eraan toe om te studeren, wanneer kan ik deze informatie aan en kan ik hier even goed voor gaan zitten. Aan de andere kant levert dat ook weer een drempel op voor studenten die het juist moeilijk vinden om zelf te plannen en te timen. Want dat is natuurlijk wel een risico dat je het gaat uitstellen van dan doe ik die later wel en dat komt het er niet van. Het online onderwijs biedt ook veel meer mogelijkheden om vanuit huis of een andere locatie te gaan studeren dan tot nu toe het geval is. Je bent flexibeler. Maar er ontstaan ook nieuwe drempels. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van goede apparatuur, zoals een laptop of een telefoon, om mee te kunnen doen. Ik gebruik ook tools waarbij studenten kunnen schrijven en tekenen op een bord, wat ik dan te zien krijg in de les. Dan heb je wel een voordeel als jij een iPad hebt waar je dat op kan tekenen ten opzichte van een student die dat allemaal moet intypen op zijn telefoon. Dat is natuurlijk een stuk lastiger. Dus er ontstaan nieuwe drempels als het gaat om de beschikbaarheid van apparatuur. En denk ook bijvoorbeeld aan de internetverbindingen. Ik zit hier in Groningen. Er zijn studenten die het fantastisch vinden dat ze niet meer 3 uur hoeven te reizen op een dag voor hun lessen. Maar er zijn ook studenten die zeggen, ja, maar bij ons is dus geen glasvezel. Er is geen goede internetverbinding. Ik krijg alles heel slecht door. Voor die studenten is juist dat afstandsonderwijs een belemmering, waardoor ze het niet goed kunnen volgen en op zoek moeten naar een plek waar het wel kan. Nou, zeker toen de bibliotheken en studieplekken gesloten waren, was het een probleem. Ik heb ook studenten meegemaakt die ineens helemaal terugvielen in hun studie. En wat bleek, ja, ik moest mijn kamer opzeggen, mijn geld was op. Dus ik wou weer bij mijn ouders, ik heb heel veel broertjes en zusjes, ik kan niet meer rustig zitten werken. Dus ook het hebben van een goede studeerplek thuis vormt nu een nieuwe drempel voor studenten die het anders op school best wel konden rooien. Dus ik ben heel blij dat nu de gebouwen ook gewoon open zijn en studenten gewoon aanwezig kunnen zijn. Want het is een grote groep studenten die het niet zo fijn thuis heeft. Die zich ook kan schamen om de camera aan te zetten, want dan ziet iedereen hoe ik wel niet woon. Dus ook daar zit een soort verschil, wat onderscheid, wat groter kan worden voor studenten waar je niet van bewust bent als docent op afstand. Je kan een student wel in de klas zien zitten of die zich comfortabel voelt of niet, maar thuis niet altijd. Dus er zijn nieuwe mogelijkheden en er zijn ook echt nieuwe drempels bijgekomen en daar moeten we nog heel veel over leren. Er zijn ook echt onbekende factoren bij. Zien jullie de PowerPoint trouwens nu wel? Of, Ja hoor, ja. Zichtbaar. Ja, top. Ja. Ik wou dat toegankelijkheid dus ook wat meer in perspectief plaatsen. Dus een grote groep studenten hebben we gezien die echt last hebben gehad van het online onderwijs. Die aangeven, maar als ik thuis achter mijn laptop zit, ik heb nog een tweede scherm,
Dat is veel te aantrekkelijk. Ga ik toch even kijken naar een nieuwe paar schoenen of dat ene leuke filmpje. Mijn telefoon is te dichtbij. Ik word er niet meer op aangesproken. De docent ziet niet wat ik doe. Ik vind het veel moeilijker om mij daarop te concentreren. Heel veel studenten hebben sociaal isolement ervaren, zijn er erg ongelukkig van geworden. Ik heb echt vorig jaar zeker in de winter een enorme dip bij studenten gezien van, ja maar ik zit hier alleen, mijn uitstapje is dat ik naar de Albert Heijn mag 1 keer per dag. Dat is geen leven zoals ik het wil. En er zijn ook een hele grote groep studenten die echt die groepsdruk nodig heeft van, we zijn er met z'n allen in het lokaal, de docent ziet wat ik doe, ziet dat ik aan het schrijven ben en dan ga ik dat ook echt doen. Dus die hebben echt die stok achter de deur gemist en die kijken heel negatief terug op dat online onderwijs. Nou, ik vond het voorbeeld van Lotte net fantastisch mooi om te zien, want die is juist heel enthousiast. Die zegt, maar al mijn materiaal wordt zo aangeleverd zoals ik het kan volgen. En ik heb ook echt studenten die helemaal opgebloeid zijn in deze tijd. Want ze hebben zelf veel meer regie over hun onderwijs. En veel meer verantwoordelijkheid hoe ze dat doen. En die kunnen daarmee omgaan. En die pakken die verantwoordelijkheid. Dus er is ook een groep studenten die echt heeft gevoeld van, hé, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit onderwijs nu loopt. Ik moet meer zelf doen. Die voelden meer urgentie om zelf te zorgen dat het lukte. En daardoor beter zijn gaan presteren. Omdat ze ineens voelden van, het komt niet zomaar goed als ik hier gewoon blijf zitten. Ik moet zelf wat doen. Minder reistijd. En ook studenten die juist minder prikkels ervaren. Omdat ze zelf een rustige omgeving hebben kunnen vinden voor een les. In plaats van de volle gangen en leslokalen hier. Dus er zijn ook studenten door opgebloeid. En we zien dus dat, nou, wat voor de ene een voordeel is, is voor een ander een nadeel. En als we kijken naar de toekomst, vind ik dat eigenlijk wel interessant om daarover na te denken. Waar we ook nog weinig over spreken is de aansluiting met medestudenten. Hoe betrek je die interacties nu onderling? De camera's aan is een heel mooi voorbeeld van, nou kun je elkaar zien, je kunt in groepjes met elkaar gaan werken. Maar in een groot college, als iedereen zijn camera aan heeft staan, nog mensen met een slechte verbinding, dat is veel te zwaar. Die krijgen dan niks meer mee, die kunnen het hele college niet meer volgen. Dus soms is het verstandig bij grote online colleges om juist te zeggen, jongens, camera uit. Want dan kunnen we zorgen dat in ieder geval die studenten met een slechte internetverbinding, het belangrijkste, de docent, in ieder geval wel horen. De docent als rolmodel, die je in de wandelgangen ziet, die je kunt spreken en die je kunt horen over zijn ervaringen met bepaalde werkgebieden bijvoorbeeld, dat mis je. De docent als rolmodel valt online meer weg. De interactie is veel meer functioneel geworden. En voor studenten die niet uit een academische omgeving komen, is dat best een gemis. Ik kom zelf ook uit een omgeving waar die niet academisch was. En op de universiteit heb ik daar heel veel over moeten leren. Van, hé, hoe verhoud ik me? Hoe gaan mensen hier met elkaar om? Wat is nou dat academische denkniveau waar mensen het over hebben? Of het hbo-denkniveau? Dat krijg je mee in de wandelgangen. Door te zien hoe je docenten met elkaar en met hun studenten omgaan. Dat hoor je in de koffiepauzes. Dat hoor je van medestudenten. En dat missen we in die online omgeving. En dat zet studenten die niet uit zo'n omgeving komen op een achterstand. Die krijgen een veel minder goed beeld van wat er op de werkvloer straks van ze verwacht wordt. Dus ook daar, nou, is het heel belangrijk om die groep aangehaakt te krijgen. We zien nu ook studenten die echt veel meer moeite hebben in het kiezen van een vakgebied. Omdat ze veel minder gevoel hebben gekregen. Wat, in welk vakgebied, in welke context zij nou eigenlijk het beste horen. Kies je een stage die past bij jou. Dat is nu een stuk moeilijker geworden. Omdat je er veel minder goed een beeld van hebt gekregen. En dus ook die professionele houding die je aanneemt. Ja, je ziet het online gewoon echt minder goed. Daarvoor heb je juist die klaslokalen nodig. En dit is niet iets wat op de takenlijstjes van de docenten in de leeruitkomsten vaak staat. Maar wat onbewust wel gebeurt en wat we nu soms missen door het digitale onderwijs. Wat mijn vraag en discussiepunt zou zijn om mee te eindigen is, hoe gaan we in de toekomst daarmee om? Studenten zijn niet hetzelfde. Dat is nu nog meer duidelijk gebleken dan anders. Wat voor de een een drempel is, is voor de ander een opstap om verder te komen. En hoe willen we dat nou in de toekomst gaan doen? Hoe gaan we dat in ons onderwijs een plekje geven? En hoe ga je die hele gemengde groep studenten met al die verschillende behoeften en wensen allemaal een kans geven om succesvol te studeren? Dus met die vraag wou ik eigenlijk afronden en en jullie ook prikkelen om daarover na te denken. Ik weet niet of er nog tijd is voor discussie. Dankjewel. Ja, als iemand hier al op wil reflecteren, voel je vrij, zou ik zeggen. En stel ook je vragen aan Jessica als je vragen hebt. Nou, ik heb zelf bijvoorbeeld wel meteen een vraag. Hoe zou jij de vraag beantwoorden, Jessica?
Ja, het is eentje die mij dus ook heel erg geprikkeld heeft van, hey, hoe ga ik hiermee om? Ik zie heel duidelijk die twee groepen studenten die het goed en slecht deden. En ik zit nu dus continu met een dilemma van, wat ga ik fysiek in mijn lessen doen? Wat laat ik studenten thuis doen? Hoe geef ik elk een fijn gevoel? Ik wil studenten het liefst ook de vrijheid geven om wel thuis te gaan zitten. Dat betekent dat ik momenteel ook echt hybride les geef. Dus studenten kunnen online meekijken bij mijn fysieke les, kunnen echt voor kiezen om wel of niet digitaal of fysiek aanwezig te zijn. Maar dat is een hele ingewikkelde tak van sport. Als ik het op die manier doe, moet ik wel heel bewust ook die groep thuis bedienen. Nee, ik heb jullie nu een vraag gesteld en geprikkeld om in de chat wat te zetten. Dat moet je ook blijven doen als je zo'n hybride les aangeeft. Als je studenten thuis ook mee wil krijgen. Soms laat ik studenten juist in de klas ook een digitale tool gebruiken. Evenals mijn studenten thuis. Om te zorgen dat ze daardoor ook op wel een gelijk niveau zitten en ik ze allemaal gelijk kan zien. En niet bijvoorbeeld toch per ongeluk de klas of de mensen thuis meer een plek geeft. Dus op die manier ben ik zelf ook heel erg zoekende van, hé, wat kunnen we doen? Wat ik heel erg mis op dit moment bijvoorbeeld is ook de privéchats. Ik heb er in de lockdowns echt een sport van gemaakt om elke student een individueel berichtje tijdens een les te sturen. Hè, even een compliment of even zeg van, hé, kijk nog eens even hiernaar. In de klas zit de student achterin, middenin. En ga ik niet eens en zeggen, hé, jij daar, jij moet eventjes dat sommetje nog even goed bekijken. Of jij hebt het goed gedaan. En dat doe je online wel. Dan kan dat gewoon. En dat mis ik. Dus ik ben heel erg zoekende. Heb nu bijvoorbeeld ook een model gevonden waardoor ik mijn laptop gebruik om op te schrijven. Dat stream ik op het bord. En dan kunnen studenten thuis ook op een scherm zien. En een mooi voordeel daarvan is dat in plaats van dat ik met het rug naar het bord stond vroeger, kijk ik nu de studenten aan. Ik kan precies gelijk zien hoe ze op mij overkomen. En zo ben ik echt op zoek naar slimme combi's om daar zoveel mogelijk voordeel uit te halen. En bied ik ook studenten aan van, nou, er is ook online materiaal te vinden. Ik behandel het in de les, maar ik kan ook online dingen terugkijken bijvoorbeeld. Dus nou, ik denk dat we daar gewoon heel erg in kunnen zoeken met z'n allen. En inderdaad, de vraag, kost dat niet heel veel extra tijd en werkbelasting? Ja, dat kost af en toe extra tijd en werkbelasting. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij het in het begin een investering is. Het maken van opnames van uitleg heb ik een jaar geleden gedaan. Die filmpjes kan ik hergebruiken. Kan nu sneller daarop. He, dus soms is het een activeringsenergie, soms kost het meer tijd. Maar soms is het ook mogelijk om, als je het slim doet, om de winst gelijk al wel te halen. Ja, en dat continu inchecken, Priscilla zegt dat. Dat is echt super belangrijk. Ik heb ook een stuk geschreven, Het Eiland. Ik weet niet of je het gezien hebt op LinkedIn. Ik kan het zeker aanraden. Waarbij ik ook op mezelf reflecteer en ook met mijn eigen studenten in de afgelopen week het gesprek aangaan ben van, wat hebben jullie nu nodig om te studeren? Wat kunnen we nu doen? De moed zinkt ons allemaal in de schoenen. Sommigen zitten thuis, sommigen zitten hier. Hoe gaan we dit met z'n allen dit vak doen? En dat gesprek aangaan, die communicatie die Elke ook al meerdere keren benoemde, dat is superbelangrijk. Je student gewoon vraagt van, hé, wat heb jij nodig om hier door te komen? Ja, dankjewel. Zag ik nog iemand de hand opsteken? Of nee? Dankjewel, Jessica. Ik vond het echt een heel helder verhaal. En volgens mij heb jij hier al prachtige ervaring mee opgedaan. En zoals je zegt, we staan met z'n allen nog in de kinderschoenen op dit gebied. En het is echt pionieren voor de docenten van nu. Ja. En de weg plaveien eigenlijk voor de studenten van de toekomst of de docenten van de toekomst. En ik kan me voorstellen dat ook in de docentenopleidingen hier ook misschien wel dingen in zullen gaan veranderen. Hoe kun je nou een hybride les gaan geven? Ja, maar ja, goed, niet alleen de docentenopleiding, want je hebt nu natuurlijk een heel cohort aan docenten die je ook daarin mee zou moeten nemen. En nou, de vraag, mis je kennis? Hè? Je geeft aan zoekenden zijn. Volgens mij is iedereen nu zoekende van hoe we dit zo goed mogelijk doen. En dan moeten we de hele populatie in mee gaan nemen en kennis gaan delen en er ook de tijd voor nemen om daar nou, ook goed didactisch onderbouwd dingen te gaan doen en niet zomaar wat proberen en kijken of het werkt. Daar hebben we echt nog heel veel te doen. Ja. Ja. Helemaal mee eens. Dus en wat dat betreft mogen de studenten in de handjes knijpen met docenten zoals jij in ieder geval, die dit grijpen als een kans en die dit willen gaan uitdragen aan de rest van Nederland. Dus dankjewel daarvoor. Als er verder geen vragen meer zijn voor Jessica,
dan gaan we nog even door met de afsluiting. En ik zou jullie willen vragen om nog een keertje naar de Mentimeter te gaan. En als het goed is, dan moet ik eventjes doorzeppen naar de volgende vraag op de Mentimeter. Als jullie hem nog open hebben staan, kun je nog een keer inloggen en anders... Of kun je nog een keer openzetten en anders graag nog een keer de code invoeren. 14482751. Dus menti.com. En de vraag is een open vraag. Nou, je hebt van alles gehoord. Je hebt veel sprekers voorbij zien komen en horen komen. Wat neem jij nou mee? Wat ga jij nu doen? Bijvoorbeeld morgen of dadelijk als je op het verlaten knopje drukt. Noem eens jouw eerste stap. Oké, ik begin vast even met voorlezen van een paar antwoorden. Als je nog aan het typen bent, typ rustig door. Iemand gaat de PowerPoints herzien. Nou, dat is al een hele concrete stap. De chat actiever gebruiken. Hier is iemand met een aanbestedingstraject bezig met betrekking tot de digitale leeromgeving. En diegene wil gaan vragen in hoeverre men rekening houdt met dit soort zaken bij de aanbesteding. Nou, hele goeie. Je kan inderdaad in je programma van EIS dit heel makkelijk zetten. En verwijs dus dan ook naar die WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines. Dus daar kunnen ze dan dit soort zaken op checken. De boel laten bezinken en de link bekijken die Patricia heeft gedeeld. Dankjewel Patricia. Dat is dus de handreiking met weer nog meer linkjes om naar door voor meer verdieping. Vooral duidelijker kijken naar leesbaarheid van materiaal en het aanstaan van studenten. En daarmee bedoelt diegene, denk ik, of studenten inderdaad geconnect zijn met jou. Plaatjes voorzien van een duidelijke alternatieve tekst. In docentenvergadering bespreken. Dat vind ik ook wel een hele mooie. Dus spread the word. En nou, het webinar is opgenomen, dus mensen kunnen het altijd nog terugkijken. En met docenten in gesprek hierover. Hetzelfde soort opmerking. Nou, volgens mij, als ik voor mezelf spreek, hele fijne, concrete stappen in ieder geval. En dat is natuurlijk ook wat wij hoopten voor dit webinar. Om in ieder geval jullie weer een stapje vooruit te helpen. Nog even snel wat quick wins. Ik bedoel, digitaal toegankelijk worden is een heel proces. Maar om het dan vervolgens met elkaar te blijven, is nog een proces maal 10 eigenlijk. Digitaal toegankelijk worden, samen starten is natuurlijk belangrijk. Dat is ook wel wat Jessica net al noemde. En een heel kort voorbeeld, een quick win, is bijvoorbeeld het maken van schablonen. Dus als je een schabloon klaarzet in een Word document met een goede koppenstructuur, dan zorg je dat iedereen dat document gebruikt. Nou, dan ben je alweer op de helft wat structuur betreft op weg. En zorg dan dat dat schabloon voldoende contrast heeft, et cetera. Publiceer bijvoorbeeld werkinstructies. En zorg dat de mensen die ermee werken de juiste kennis hebben of krijgen. En blijf dat soort instructies en dat soort schablonen, blijf die ook monitoren met elkaar. Een paar praktische tips waren dat. Tot slot, nou, mocht je nog meer kennis willen delen met collega's in het land over digitale toegankelijkheid, dan bestaat er een netwerk digitale toegankelijkheid. En daar zitten dus mensen in uit het hoger onderwijs en uit het mbo steeds meer. En in dat netwerk, er komt 3 keer per jaar sowieso samen, waarin op het thema digitale toegankelijkheid weer verschillende verdiepingssessies eigenlijk komen. Daar kun je voor aanmelden.
door of ons gewoon even een mailtje te sturen of via onze website eceo.nl. Houd de nieuwsbrief van ECEO in de gaten en de nieuwsbrief van Stichting Accessibility. Ook daar komen regelmatig tips en praktijkvoorbeelden langs op dit thema. En nog veel andere toegankelijke thema's natuurlijk. En hier staat nog een aantal linkjes naar websites die je ook kunnen helpen. En deze presentatie krijgen jullie ook allemaal. Die zetten we ook online, dus ook daar kun je naar gaan doorklikken. Dat zijn de websites van ECEO, van Accessibility, digitoegankelijk.nl, drempelvrij.nl bijvoorbeeld. Jessica, jij verwees nog naar een mooi LinkedIn-artikel. Nou, stuur ons ook vooral op wat jij hebt, dan delen we dat ook graag met de rest van de wereld. Dan zijn we aan het einde van dit webinar voor nu. En ik wil iedereen hartelijk danken voor jullie bijdrage en actieve deelname. En ik wil natuurlijk extra bedanken Lotte en Jessica voor jullie input. Want dat is nog het meest rijk eigenlijk aan zulke kennisoverdracht. Dus heel erg bedankt. Wouter en Patricia ook. En voor nu wil ik zeggen voor iedereen fijne dag. En wij blijven nog eventjes hangen mochten er nog verdere vragen zijn. Dus dank jullie wel.